Otta! Goedemorgen! En mijn tanden zijn niet meer zo fris. Schade. Zo, daar zijn we dan. Ja, we zijn opgestaan. Hadden we keus? Nee, die hadden we niet. Want die klok daar, zie je die? Die ligt om de 5 minuten te janken. Met een wijf. Met een wijf, ja. Ik heb jullie nog niks verteld over vandaag. Maar ik kan jullie wel wat leuks vertellen over vandaag. Ja, het was niet de bedoeling dat ik ging vloggen vandaag eigenlijk. Maar die goede vriend daar, die daar staat, ja, die zegt tegen mij, waarom doe je niet vloggen? Ja, hij heeft wel gelijk, want dat zijn mooie routes. Ik ga jullie wat vertellen, we zijn in Frankrijk. We zijn met de motor in Frankrijk, dames en heren. Ja, en hoe heet het plaatje? Vogezen. Daar kan je echt lekkere scheetjes laten, want je zit op de berg en dan wappert dat flink door, snap je? Dus dat is geen probleem hier. Het is nu 8 uur zoiets, we gaan dadelijk ontbijten. We zijn net gekeken of we ontbijtje kunnen regelen, maar hier op de camper heb je niks, behalve een zwembad en een douche. Zoals jullie zien, ja, we zijn met de motor hier. Echt mooi, heel erg mooi. Daar is Sanda, ik weet niet of jullie die wel eens hebben gezien. Denk één keertje met het hardcafeetje, hebben jullie die één keertje misschien gezien. Wat gaan we vandaag doen, Sanda? Waar gaan we naartoe? Zeg eens even snel. Richting helemaal binnendoor, richting Luxemburg. Ja. Daar gaan we naartoe. En daar hebben we nog een camping, daar gaan we ook zitten. Dus we gaan proberen te vloggen. Ik ga kijken wat ik kan vloggen, want je zit toch op de motor. Ik kan niet de telefoon vasthouden, maar wat ik kan vloggen, dat vlog ik. En dan zien we ons dadelijk weer. Dat is dadelijk tot de volgende keer. Of de auto gezien, het gereis gesproken heb, toen zijn we ons dadelijk. Tot dadelijk! Als je wilt zwemmen tussen de bergen, dames en heren. Dat kan gewoon. Dat kan gewoon. Heel vreemd te halen. Tot zo. Dames en heren, de markt hier hè, in Frankrijk die is groot. Kijk, die hele plein zit vol. Zie je? Toch nog twee kraampjes tussen de bergen. Geweldig man. Eten, eten. Zo, even kleffertjes. Alles is ingepakt. Het weer is prachtig. De bergen, zoals je kan zien, staan op ons te wachten. Dus we kunnen er tegenaan. Vandaag 5 uurtjes rijden. En dan zijn we op bestemming. Alleen maar binnen door. Dus we gaan knallen en dan zien jullie eens dadelijk. Achter is een meertje, daar gaan we nu eerst naartoe. Alles is ingepakt, zoals je kan zien. Dus we gaan er tegenaan. Tot zo als we bij het meer zijn. Mimi, bonjour. Ja. Ja, ik spreek ook wel een beetje Frans. Want Frans is ook mijn buurman, snap je? Dus ik kan er natuurlijk een staak op. Hallo. Kijk eens hier, dames en heren. Mooi stukje water. Ik weet niet wel wat dit is, maar het ziet er echt heel erg helder uit. Hier zal ook wel vis in zitten, maar ja, hè? Weet wel. En hier heb je een afdaling, daar komen we nu. Kijk. Dit zijn nog eens uitzichten, hè. Even een berg hier, knal. Echt prachtig, man. Mooie natuur. Zie je, hoe grappig, hè. Hier is het zo hoog. En hier is het zo laag. Bam. Eigenlijk bizar. Lekker man, we beginnen te horen. Oh, en Viva de la France. Viva la France. En Viva la de France. Wat is het dan? Vive la France. Vive la France de. De. Zo klinkt wel Frans, hè? Viva de la France de. Je te dirai. Oui, oui. De croissant. Ja, we beginnen al een beetje Frans te spreken, hoor. Want als Frans niet terugpraat, dan praat ik ook geen Frans. Kijk. Ja, dat is echt heerlijk. We gaan de voetjes even afkoelen. Het is echt, echt koud water. Want waar komt het water vanaf, dames en heren? Zeg het maar. Vanuit? De bergen. De bergen. En vanuit de bergen, daar is het natuurlijk wat kouder. Soms zie je er wat sneeuw op liggen. Dat is hier niet het geval, want zo hoog zijn die bergen hier niet. Maar het is echt koud water. Gisteren zagen we ook grote vissen. Die zitten ook in dit ondiepe water. Eigenlijk bizar, maar die zitten er wel in. Dus we gaan afkoelen. Dan zien jullie dus dadelijk weer. De motor staat achter mij, zoals je kan zien. De Viva de la France. Tot dadelijk. Net alsof ik hier in een blok ijs aan het staan ben. Ja, zeg ik dat goed? In een blok ijs sta. Ja, zo klink ik beter. Maar voor de rest, lekker. Met de voetjes in het water. Water! Ik denk al, wat wordt het hier warm, maar hij staat er gewoon te piepen, maar ja. Hij wordt hier in één keer zo warm, kijk ook geschuim allemaal, zie je dat? Ja, dat komt van... Ja, dat komt van hem, dat ruik ik al. Ja, mooi. Zo is mijn poer. Kijk, dames en heren, ik weet niet of jullie het ooit hebben gezien.
Wat is het? Het ruikt als honing. Daar hangen er wel een paar. Daar, aan die kant ook, zoals je ziet. Kijk, hè. Daar. Ja. Daar nog één. Lekker. Wisten jullie dat wij als Nederlanders ook Franse woordjes in de Nederlandse woordenkennis hebben? Iets in die trant. Een toilet, de toir, een paraplu. Wat hebben we nog meer? Ja, dat is allemaal Frans. Wij gaan knallen. Doei! Hoi dames en heren. Even pauze houden, hè. Kan je dat zien? Mooi. Le vive la France. Ja, motors, drinken, weer zo doorrijden. Ja, dat komt goed. Ja, ik kan niet filmen tegelijkertijd dat ik aan het rijden ben. Vind ik wel jammer eigenlijk. Kijk, die auto kan ik wel filmen, dus ja, dat is wel mooi. Vive de la France. Tot zo. Zo, daar zijn we dan. Ja, waar is die nou naartoe, hè? Ik kan je vertellen, die is erachter naartoe. Die is eventjes lekker... Snap, als je snapt wat ik bedoel, tenminste. Ja, dat is je doen. Hoort er ook bij, we hebben wc-papier bij, dus als je heel erg moet, dan moet je maar de bossen. Ja, voor de rest rijden we op die weg hier. Die kant op, lekker door de bossen, zoals je hoort. Is heerlijk, vogeltjes, alles erom en eraan. Maar ja, met motorrijden hoor je dat niet, dat is ook gezonde natuurlijk. Dus daarom kan ik jullie een scootmobiel aanraden. Ja, dat is lekker op accu, je hoort niks. Ja, je hoort wel wat, bedoel ik. Lekker, goed genieten. Scootmobiel, je hebt altijd een zadel bij de hand. Je komt niet in Frankrijk natuurlijk, dat redt hij niet. Tenzij je een kar vol met accu's hebt, dan kan je die omwisselen. Maar ja, dat trekt hij niet. Dus vandaar, ja. Gerustig wachten en dan rijden we dadelijk door. Jullie zien ons nog steeds. Tot dadelijk. Later. Zo, daar zijn we weer. Dames en heren. Tentje staat. Ik word helemaal wakker. We zijn nu in Luxemburg, hè, op de volgende camping. Motors staan ook. Ik heb een pakje gekocht. 60 sigaretten. 15 euro. 15 euro? Ja, 15 euro. Hier. Sander's tentje staat ook. Sander's tentje opmaken. We gaan dadelijk zitten. We hebben whisky gekocht voor vanavond een klein beetje te drinken. Te zuipen bedoel ik. Want zuipen is helemaal krom, dat we morgen nog steeds niks waard zijn. Dan hoop ik de Meijer de app niet zien. Oh ja, dat is ook waar. Ja. Moeten we niet doen. We zien ons dadelijk wel dat ik mijn sigaretje op heb. Maar als we iets gaan doen. Maar alles staat. Welkom in Luxemburg. Zo, dames en heren. Zoals jullie al weten. Ja, waar. Zoals jullie weten, tentje staat. Motors staan. Wij zitten op onze luchtbed. En wij gaan afsluiten met een hele lekkere whisky. Die Sander heeft uitgekozen. We drinken alle twee graag whisky af en toe. Het is vandaag. En daarbij hoort natuurlijk een lekker sigaartje. Die is ook al bijna aan. Zullen we even aansteken. Geweldig. Mensen, we hebben lekker gereden vandaag. Heerlijk. Morgen nog 6 uurtjes in totaal. Volop doorknallen naar huis. En dan, ja. Maak ik ook nog wel mooie video's daarvan, als het lukt. Maar we gaan eigenlijk alleen maar knallen, knallen, knallen. Dus we gaan niet vaak stoppen. Nu gaan we genieten. Ik wil nu afsluiten voor vandaag, voor nu. En dan zie je dadelijk weer de volgende dag. Dus blijf voor kijken. Blijf voor genieten. Wij gaan ook genieten. En dan zien we ons straks alweer. Dus tot straks. Later man. Ik genieten van de Noordzee. Bibi, bonjour. We zijn nu een stukje aan het rijden nog, hè. Sander kwam ik een stil tegen, zoals je ziet. Gewoon spontaan uit het niets. Ja, er staan een beetje bomen voor. Maar hier heb je wel een mooi uitzicht. Dus ik ben hier naar onder geklommen.
Zie je? Kan je niet zien, maar zodoende. Ik ben de boven, ik ga een sigaret roken. Wie wie, bonjour. Zo, gegeten. Restaurantje. Motor staan daar. Hier hebben we water. Ik zal jullie water even laten zien. Water. Hier heb je ook water. En wat gaan we doen? We gaan het vierde land eventjes ja, verpakken. Hè? Hebben we vier landen gehad dit weekend. Ja, zodoende. Vijf. Oh, vijf hoor ik nu. En wat het grappige is, je ziet hier de grens of de brug. En daar heb je een bordje van de D van Duitsland. En nu zijn we officieel in Duitsland. Dus dit is het vijfde land. Zo, kunnen we teruglopen. Ja, hartstikke mooi. Welkom in Duitsland. Ik heb nog geen bericht gekregen, maar die zal ik dadelijk wel een keer krijgen. Maar dat is het. Welkom in Duitsland. Vijf landen gepakt. Ja, mooi man. Geweldig. Nu weer rijden. Zo, eventjes vest aan trekken. We zijn in België, moet je lange mouwen en alles. Hier komt de ambulance. Hallo, ambulance. Hey. Belgische ambulance. Wie, mooi uitzicht hier. Dat zeker. Heerlijk man. Dit is echt genieten. We gaan verder. Pesje aan, knallen maar. Pop op. Gast erop. Goedemorgen. Welkom thuis. Thuis. Mijn vadertje hangt aan de buis. Ze deed het graag, hè, buizen. Ja, dat ik. Doe ik ook graag. Ik ben nu thuis. Ja, thuis hebben jullie ook nog niet gezien. We hebben een mooie reis gehad. Heeft eventjes geduurd. Zijn we een paar dagen verder. We hebben weer wat nieuws. Krukje en muziek inrichting en noem maar allemaal op. Dat hebben jullie ook allemaal nog niet gezien. Gisteren een beetje ingericht hier zo. Leuk gemaakt. Hartstikke mooi. Vrouwtje daar op de bank, zit lekker te genieten. De palingen doen natuurlijk, motor die staat daar. Ja, dat is ook mooi. Ja, het wordt een mooi huisje. Is een mooi huisje, sowieso. Wat diertjes aan de muur heb je nog niet gezien. Jullie hebben eigenlijk nog helemaal niks gezien van het huis volgens mij. Kast die ik bijna om laat vallen. Plantenkamer, dat zullen jullie kunnen zien. Hangt ook de achtertuin. Hier waar ik mijn bezig ben, die helemaal geruineerd nu wordt. Ah. Wordt helemaal mooi. Maar ik ga afsluiten, dames en heren, want ik ben eten en bakken. Heb ik nog niet gedaan. Sander die is alweer naar Defcon geweest, feestje gepakt, alles erom en eraan. Dus ja, ik wil even afsluiten. Dus ik wil tegen jullie zeggen bedankt voor het kijken. Dit was weer een vlog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik vergeet te zeggen, abonneer en like als je het leuk vond. Maar dat doen jullie toch al. Dus ja, respect voor jullie, dames en heren. En dan zou ik zeggen, we zien ons de volgende keer bij een nieuwe vlog. Ik ga eten, smakelijk, hele mooie dag. En tot de volgende. Water, hè. Water.